Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jules de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jules en Julia. Tadaa! Oh, lekker! Poffertjes zijn mijn lievelings! Kijk eens aan, meneer Kaasgraaf. Oh, heerlijk! Eerst laat ik een zacht geel klontje boter wegsmelten over de poffer. En dan strooi ik er helder licht wit poedersuiker over. U klinkt als een kok van de televisie. Maar ik heb ze gebakken. Dat is waar, Jules. En ze zijn verrukkelijk. Jules, ik vind jou de beste poffertjesbakker van de hele wereld. Dank je wel, Julia. Maar ik vind jou de beste sapjesmaker. Vandaag met frambozensmaak. Dat is mijn lievelings. En u bent de beste suikerspinnenmaker van de hele wereld. Oh, dat is lief, Jules. En meneer Kaasgraaf, wat kan u lekker maken? Dat is... Leuk dat u dat vraagt. Weten jullie waar ik echt goed in ben? Nou, pannenkoeken bakken. Soep maken. Spruitjes koken. Nee. Nou, maar wat is het dan? IJs. IJs? Jazeker. Ja, ik kan ijs maken als de beste. Wow. Ja, ooit was er een wedstrijd. En die heb ik gewonnen. Ja, en daarom ben ik nu ijs... meester. Maar ik heb u nog nooit ijs zien maken. Nee. Ik ben natuurlijk veel te druk als baas van het pretpark, hè. Eet smakelijk. Oh, wacht eens even. Toevallig staat op de voorpagina iets over een hele bekende ijsmeester. Meester IJs komt testen in Apeldoorn? Er zijn natuurlijk meerdere ijsmeesters, hè? Ijsmeester Bolino bezoekt alle plekken in Apeldoorn waar ze ijs verkopen. Hij zal testen welk ijs het lekkerst is. Oh, leuk! Dan kunt u zelf het ijs maken. Oh, en dan winnen we natuurlijk! Ja, en zo'n wedstrijd is heel erg belangrijk. Want als je wint, dan komt iedereen naar je park om het ijs te proeven. Maar als je niet wint, dan komt er helemaal niemand meer. Dan moet ik even nadenken. Ik moet even weg. Huh? Wat doet hij nou weer? Hij gaat vast al zijn spullen bij elkaar zoeken om heerlijke ijsjes te maken. Meneer IJsmeester. Wow, heftig! Wat is er nou? Staat er iets nieuws in de krant of zo? Geen idee. Wat? Ja, ik zie allemaal kleine lettertjes. Ik kan dat helemaal niet lezen. Ik denk dat die krant uit een ander land komt of zo. Lummel! Hey, dat is grappig, baas. Nu kan ik het wel lezen. Ben ik weer met mijn grote mond. IJsmeester Kaasgraaf, ik kan niet eens een ei bakken. Laat staan ijs maken. Hoe maak je eigenlijk ijs? Van koeienmelk, geloof ik. Hoe bestond er maar een ijskoe? Dan was ik zo klaar. Ik moet weten hoe ik ijs kan maken. Eens even kijken. A, B, C, I. Oh, ja. Ijsmakerij. Die moet ik hebben. Pim. Dag,
Pim, je spreekt met de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgaaf. Ja, precies. Te gek. Ik had even een vraagje. Ik zou graag willen leren hoe ik ijs kan maken. Zou ik misschien vanmiddag langs kunnen komen? Ja? Vandaag? Nu? Dat is geweldig! Nou, dan kom ik er meteen... Ik kom er meteen aan. Ja, tot straks. Wow! Heftig! Ik hoop niet dat je me weer voor iets stomzinnigs stoort. En daar moet je kijken. IJsmeester Bolino gaat ijs testen. Ja. En? Ja, dat staat in de krant. En wat moeten wij daarmee? Geen idee. Zo, die heb haast. Zag jij wie ik zag dat dat was? De ijsmeester. Nee, meneer Kaasgaaf. Ja, nou, die gaat wel heel hard, hè, Maris? En als meneer Kaasgaaf haast heeft, dan kan dat maar één ding betekenen. Wat dan? Paniek in de toren. Oh, hallo, jongens. Hallo. Zeg, hebben jullie meneer Kaasgaaf ook gezien? Ik ben toch zo benieuwd naar zijn ijs, hè? Nee, we hebben hem niet meer gezien. Nee. Hij zal het allemaal ook wel heel erg spannend vinden, denk ik. Is ijsmeester Bolino echt zo streng? Ze zeggen van wel, ja. Maar als hij je ijs lekker vindt, dan is er niks aan de hand. En wat als hij het niet lekker vindt? Oh, dan schijnt hij heel erg boos te worden. Oh. En dan? En dan vertelt hij dat de hele wereld. En dan komt er niemand meer. Maar dan kan het park... De deuren wel sluiten. Precies. Oh, nee. Maar jongens, meneer Kaasgaaf kan wel heel lekker ijs maken. Ja, hij zegt van wel. Nou, ik moet nu echt verder, jongens. Tot straks, hè. Dag, mevrouw Suikerspin. Hoorde jij wat ik hoorde, wat die Suikerspin zei? Nou. Hallo, jongens. Hebben jullie meneer Kaasgaaf al gezien? Nee, dat van die ijsmeester. Oh, Bolino. Ja, dat stond in de krant, baas. Ja, en die kaasplank die gaat er natuurlijk alles aan doen om het lekkerste ijs te maken. En wij gaan er alles aan doen om dat plannetje van die kaassoufflé te laten mislukken. Waarom? Nou, als die ijsmeester dat ijs niet te likken vindt, dan kunnen zij de poorten wel sluiten. En dan doen wij ze weer open. Precies. Hier moet ik zijn. Nou, ik hoop maar dat Pim mij snel kan leren hoe ik het lekkerste ijs kan maken. U bent wie ik denk dat u bent? Ik ben meneer Kaasgaaf. Mijn naam is Pim. Komt u verder. Wij zijn precies op tijd. Baas, wat gaan we doen? Wij gaan meneer Kaasgaaf helpen met ijs maken. Zoals u weet wordt ijs gemaakt van melk. Net zoals boter, slagroom... En kaas natuurlijk. Precies. Eerst maken we een mengsel van suiker, room en melk. Hoeveel heeft u eigenlijk nodig? Zoveel. Prima. Ben koud hier. Shh, baas, ik lus ook wel een ijsje. Ach, straks maken wij ons eigen ijs. En dan de room er nog in. Zo. Nu is de basis van het ijs klaar en hoeven we er alleen nog maar een smaakje aan toe te voegen. Oh ja, 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 een smaakje. Welke smaak had u in gedachten? We hebben aardbei, banaan, braam, meloen, alles kan. Oh, nou, ik dacht eigenlijk aan kaas. Kan dat? Kaas? Ijs met kaassmaak? Dat vindt niemand lekker. Wat dacht u van framboos? Oh, framboos? Ja, ja, dat is de lievelingssmaak van mevrouw Suikerspin. Doet u die maar. Prima. Ik weet ook niet waar meneer Kaasgaaf is, Julia. Hij is nu al de hele middag weg. Er zal toch niets gebeurd zijn? Met de toren van meneer Kaasgaaf? Nee, ik bedoel met de telefoon van meneer Kaasgaaf. Ja, nee.
Met mevrouw Kaasgraaf. Mevrouw Suikerspin, ja. Ja. Wat zegt u? Bolino? De ijsmeester? Vandaag? Ja, over een uurtje. Ja. Natuurlijk. Er staat een heerlijk ijsje op u te wachten. Tot straks. Dag. Wat is er, mevrouw Suikerspin? Ijsmeester Bolino is al onderweg. Maar waar is meneer Kaasgraaf? Zo, nu gaat het ijs nog een uurtje de vriezer in en dan is het klaar. Nou, ontzettend fijn. Bedankt. Graag gedaan. Je komt het nog even brengen zometeen. Natuurlijk. Als ik dan een rondje mag maken op de paardenbaan. Uiteraard. Nou, bedankt, Pim. Graag gedaan, meneer Kaasgraaf. Tot straks. Dag. Wat gaan we doen, baas? Wij gaan zelf ijs maken. Oh, lekker! Nee, juist niet. En dan nu de kaas. Roer maar! Oh, koud, baas. Kijk uit. En dan nu de grote wisseltruc. Dus het ijs van meneer Kaasgraaf gaat in onze emmer. Precies. Dus in de emmer van meneer Kaasgraaf gaat ons ijs. Precies. Wie anders? Verwachten jullie bezoek? IJsmeester Bolino! Hij kan in elk moment aankomen. Elk moment? Oh, maar mijn ijs komt er zo aan. Bijna. Huh? Heeft u nog geen ijs gemaakt? Jawel, maar... Ik kan eigenlijk helemaal geen ijs maken. Oh. Maar wat moeten we IJsmeester Bolino dan laten proeven? Ja. Ik ben bij ijsmaker Pim geweest. Samen hebben we heerlijk frambozenijs gemaakt. Hij kan hier elk moment zijn. Hè? Wat hoor ik? Dat is de auto van de ijsmeester. Mijn ijs is er nog niet. Hier is het. Huh? Hier is het ijs. Oh, gelukkig. Hoera! Bedankt, Pim. Je bent precies op tijd. Succes nog. Dank je. Oh, trouwens. Weet u iets van een rode emmer die bij mij in de vriezer staat? Nee, ik had alleen een blauwe meegenomen. Huh? Hoezo? Ah, dan zal ik me wel vergist hebben. Succes nog. Ik ga een ritje maken op de paardenbaan. Wat grappig. Het ruikt helemaal niet naar framboos. Nee, het lijkt wel kaas. Ja. Jullie muizen denken ook aan niets anders dan kaas, hè? Nou, kom op. Oké. Okay. IJsmeester Bolino! Goedemiddag, mensen. Wat een enige parken. Leuke dingetjes, leuke dangetjes. Maar daar kom ik niet voor. Ik kom uw ijs testen. Is het lekker? Dan bent u mijn vriend. Huh? Is het niet lekker?
Dan ben ik boos. Oh. Heel boos. Oh, nee. Dus ik vraag u, waar is uw ijs? Ik ijs, ijs. Ijs? Ijs. Dat zit in dit emmertje. Ja, ik ga toch niet uit een emmer likken? Wat dacht u zelf? Ik ben toch geen de cavallo, geen paard? Natuurlijk bent u geen paard, nee. Hè? Wat hij bedoelt te zeggen... Nou ja, we doen het wel even in een ijsbekertje. Met een parapluutje. En spikkels. Ja, als u maar opschiet, ik heb honger als een paard. Als een paard? Noemt u mij nou weer een paard? Loopt u anders even met mij mee, hè? Dan drinken wij even een cappuccino. En dan maakt meneer Kaasgraaf even uw ijsje klaar. Oh, hij is wel streng, hè? Ja, dat is maar goed ook. Zal hij het ijs lekker vinden van meneer Kaasgraaf? Nee, natuurlijk niet. En daar hebben wij voor gezorgd. Ja, en nu? Nu gaan wij ons verkleden. Waarom? Zodat wij het straks weer goed gaan maken. Ja, goed maken? Waarom hebben we het dan eerst niet goed gemaakt? Ach, let jij nou maar op, hè. Toch vind ik het vreemd. Nou, dat frambozenijs geel is. Normaal is het roze. Net als frambozen. Nou ja, het was toch echt roze toen we het hebben gemaakt. Misschien is dat wel het bijzondere aan dit ijs, hè? Hoop ik. Ja, dat hoop ik ook. Nou, kom op naar meester Bolino. Oké. Uw cappuccino is al verroekelijk. Dank u wel, meester Bolino. Hoeveel ijsjes heeft u al geproefd? In heel mijn leven. Oh, ik denk wel meer dan een miljoen. Likjes. Wow, dat is veel. Een lekker werkje, zou ik zeggen. Soms wel en soms niet. Zeg maar, waar blijft die ijs van mij? Zo. Kijk eens aan. Heerlijk ijs met de smaak... Stop, silencio. Ik wil niets horen. Alleen maar... Proeven. Natuurlijk. Yummy. Oh, apart. Anders dan. Anders. Dit is geen framboos. Maar kaas. Ja. Hoe durft u mij dit voor te schotelen? Dit mag je niet eens ijzer noemen. Dit is het vieste pasta-ijs dat ik ooit heb geproefd. Ik zal zorgen dat iedereen dit weet. En dan kunt u uw bark sluiten. Bah, 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 bah. Oh, nee, meester Bolino. Oh, wacht u even. Oh, meester Bolino. Hé, baas. Zie ik er niet fantastisch krotto uit? Wat praat jij, gek? Wij zijn toch niet in Italië? En is dit beter? Nein. Kleurie, smurrie, flurrie, heurrie, ijski. Wij zijn verkleed. Dat is voldoende. Nou, kom hier met dat ijs. Wat ruik ik nou? Dat ruikt naar suikerspin. Ja, nou, dat leek me lekker, baas. Suikerspin en framboos. Dus ik heb er een dotje suikerspin in gestopt. Och, sukkel, straks is dat hele ijs verpest. Ik kom hier nooit meer. Kom mee. Assiste, ja. Oh, wacht. Alsjeblieft. Mevrouw, uw cappuccino was heerlijk. Maar als u mij niks beters kan voorschotelen dan dit broedje in dat bakje, dan ciao! De stof! Ja, u maakt een vergissing. Ja, wij hielden u voor het lapje. Natuurlijk verkopen wij heerlijk ijs op de Juliana-toren. Ja, wilt u proeven? Het is echt het lekkerste ijs dat u ooit geproefd heeft. Het ruikt in ieder geval wel al heel lekker. Mag ik proeven? Maar wacht even. Wij moeten heel even met de directeur spreken. Wie zijn jullie? Dat doet er niet toe.
Wij zijn hier om u te helpen met uw zaakje. Oh, nou, dat is erg aardig van jullie. Ja, maar dat doen we niet zomaar, hè? Oh, nee. Want als wij u niet helpen, dan kunt u de poorten van dit park wel sluiten. Ja, daar ben ik zelf ook bang voor. Dus? Dus wij helpen u op één voorwaarde, dat wij de bazen worden van dit pretpark. Ja, wilt u hier even tekenen? Maar dat kan helemaal niet. Dat ben ik. Prima. Dan niet. Dan blijft u de baas van een leeg park. Goed dan. Goed dan. Maar op één voorwaarde. En dat is? Dat wij hier wel mogen blijven. Maar natuurlijk. Niet. Kijk, weet je, alsjeblieft. Juist. Meneer Bolino. Zie? Wij zijn de ijsmeesters van dit park en wij werken al jaren voor meneer Kaasgraaf. En wij laten u graag het ijs proeven dat wij hier verkopen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ja, genoeg. Bueno, laat mij proeven. Oh. En? En? Ongelofelijk! Oh. Dit is het lekkerste ijs dat ik ooit heb geproefd! Werkt zo gek! Al die verschillende smaakjes die dansen van blijdschap op mijn tongen! Dus we kunnen wel open blijven? Natuurlijk! Ja. Iedereen moet weten wat voor geweldige ijs jullie hier verkopen! Hoera! Maar welke smaakjes hebben jullie gebruikt? Ik proef die frambozen. Mm-hmm. En die andere smaak, ik kan er niet op komen. Nou, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd hoe... Hè? Huh? Nou, waar zijn ze nou? Waarschijnlijk op zoek naar nieuwe smaken. Dat zijn echte ijsmakers. Die twee heren, die moeten u hier houden. Nou, ik ben voorlopig ook even niet vanzelf, ben ik bang. Goed, ik ga er weer vandoor. Bedankt voor die verrukkelijke ijs. U bent altijd welkom voor een ijsje of een cappuccino. Oh, heel aardig van u. Hier, heeft u mijn kaartje? Huh? Dan kunt u mij altijd bereiken. Oh, oh, oh. Dag, ijsmeester. Ciao. Ciao. Ciao, arrivederci. Wij zijn de baas van de toren. Vanaf nu zijn wij de baas. Knip dat maar in je oren. En wij... Baas, dat is eigenlijk wel knap lastig, hoor. Nou, een knoop leggen in die muizenoren. Baas, wat gaan we als eerste doen? Oh, als eerste wil ik naar mijn kantoor. Welk kantoor? Nou, in en in de toren. In de toren? Maar die is toch van meneer Kaasgraaf? Ja, maar nu niet meer. Kom mee. Kom mee. Wij zijn de baas. De baas van de toren. Vanaf nu zijn wij de baas. Ongelooflijk. Toch, meneer Kaasgraaf? Die ijsmeester had gelijk. Er staat een enorme rij voor de ijskraam. Ja, nou... Ik ga straks ook eentje proeven. Of twee. Mm. Maar wie zijn nou die lieve mannen die dat ijs voor ons hebben gemaakt? Huh? Ja, daar maak ik me een beetje zorgen over. En waarom hebben ze dat zomaar voor ons gemaakt? Nou, niet zomaar. Wat bedoelt u? Ze hebben ons geholpen, maar op één voorwaarde. En die is... dat ze de baas zouden worden van ons park. Hè? En heeft u dat gedaan? Ja, wat moest ik anders? Ja, dat weet ik ook niet. Maar wat moeten twee ijsmannen nou met een pretpark? Ja, wist ik het maar. En waar zijn die mannen nu? Wist ik het maar. Wat fijn dat alles goed is afgelopen. Ja, kijk. Bijna alle kinderen hebben een ijsje gekocht. En? Is het lekker? Ja, het smaakt heel lekker. Mm. En het is frambozen smaak. En wat proef je nog meer? Geen idee, maar het smaakt wel heel erg bekend. Zo. Kijk eens. Dank u wel. En dat was...
was meteen het laatste ijsje dat ik had. Oh, jammer. Dat is zonde. Dan moet er snel nieuw ijs gemaakt worden. Ja, maar niemand weet het recept van deze ijsjes. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk gaat worden. Dan hebben we toch die vreemde ijsmakers nodig. Eerst proeven. Ja. Ik proef framboos. Ja, en... suikerspin. Huh? Dit is mijn suikerspin. Die proef ik uit duizenden. Maar dat betekent dat... iemand uw suikerspinnen heeft gebruikt. Ja, en het frambozenijs dat ik heb gemaakt. Maar wie zijn dan die twee ijsmakers? Geen idee. Eindelijk is dit mijn stoel, mijn bureau, mijn lamp. Alles is van mij. En van mij. Dat zeg ik toch? Van mij. En van mij. Dat zei ik. Nee, je zei alles is van mij. Dat is het toch ook? Nou, maar ook van mij. Zeg, zonder mij had jij hier helemaal niet gezeten. Nou, ik zonder jou ook niet. Dat zeg ik. Ja, dat... Wat doen jullie hier? Oh, nee. De boeven. Ga onmiddellijk uit mijn kantoor. Ja. Uw kantoor? Uw kantoor? Dit is mijn kantoor. Huh? En van mij... Hoe komen jullie daar nou bij? Oh, daar heeft meneertje Kaasgraaf zelf voor getekend. Huh? Zijn jullie de ijsmakers? Ja, vandaag wel. En gisteren waren wij cowboys. Oh ja, en eergisteren waren wij clowns. U moet niet altijd geloven wat u ziet, meneertje Kaasgraaf. Nou, genoeg gelachen. Ja. Want dit is mijn kantoor. Ja. Ons kantoor. En jullie werken voor ons, dus ga je nuttig maken. Verkoop wat ijsjes. Ja, maar... die zijn op. Nou, dan verkoop je suikerspinnen, of je veegt de vloer, of je doet een dansje. Want wij zijn nu de paas van de toren. Oh, nee. En ga maar wat ijs maken, hè? De gasten die vragen erom. Dag. Dit is allemaal mijn schuld. Dat moet u niet zeggen. Jawel. Ik had niet moeten zeggen dat ik ijs kon maken. Ik ook altijd met mijn grote mond. Maar u heeft wel heerlijk ijs gemaakt. Met frambozensmaak en suikerspin. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ondertussen doen de boeven alsof zij de baas van de toren zijn. En nu moeten wij ook nog nieuw ijs gaan maken. Maar we weten helemaal niet hoe dat moet. Wacht eens even. Kijk. Huh? Wat is dat? Die heb ik van ijsmeester Bolino gekregen. Hierop staat zijn telefoonnummer. Ja. Wat gaat u ermee doen? Ik nodig hem uit. Waarom? Voor een cappuccino en een ijsje. Huh? Maar het ijs is op. En als je geen ijs krijgt, dan wordt hij vast boos. Heel boos. Ja. En dat lossen die twee in de toren maar op. Oh. Maar wat gaan wij dan doen? Wij gaan naar Pim. Pim? Ja. Ijs maken. Oh, goed idee. Ja. Wat is het fijn om een directeur te zijn. Ja, maar baas, als directeur van het pretpark moet je wel leuk zijn met kinderen, hè? Oh, maar dat kan ik heel goed, hoor. Oh ja? Let jij maar eens op. Nou, dat zal ik eens even doen, baas. Oh, kindje. Hier. Boek! Nou, maar baas, dat is toch zielig? Ach, nou, doe jij het dan als je het zo goed weet, hè? Nou, goed hoor. Oh, dag kindjes, vriendjes, kom eens even hier.
Zeg, vinden jullie wat lekkers van mij? Ja. Nou, van mij krijgen jullie een lekker ijsje. Maar de ijsjes zijn op. Zijn ze op? Nou, maar baas, dan ging dus ook niet zo goed, hè? Zijn die ijsjes nou nog steeds op? Dus jullie hebben meer ijs nodig. Klopt! Mm-hmm. Een grote emmer frambozenijs. Ja, met... Voorzichtig, Kim! Oh, maar dat klinkt heerlijk. Ja. Aan de slag. Ja. Waar komen jullie vandaan? Dat gaat jullie helemaal niks aan. Oh nee. Oh nee. Volgens mij ben ik hier de baas en luisteren jullie naar mij. Oh. Ja, en naar mij. Ja, en onder werktijd blijven jullie hier en doen jullie wat ik zeg. Ja, en het ijs is op, dus die moeten jullie halen. Wij? Wat doet hij hier? We hebben hem uitgenodigd. Voor een cappuccino. En ijs. Wat fijn om hier weer te zijn. Ik kom graag nog eens uw heerlijke cappuccino proeven. En dat verrukkelijke ijs. We zijn heel blij dat u er bent. Ja. Mm-hmm. En wie zijn jullie? Oh, wij zijn de... De ijs... De ijsmakers, mijn vrienden. Hebben jullie voor mij nog zijn verrukkelijke ijsje? Zeg, doe het er nog lang aan, Jamo. Daar! Het ijs is op! Oh ja, het ijs is op! Maar dan maken jullie toch niet mee? Weet u wat? Wij drinken samen een cappuccino. En dan helpt meneer Kaasschaaf de ijsmakers. Goed idee! Succes! Jullie weten wat er gebeurt als ijsmeester Bolino daarachter komt dat jullie geen ijs kunnen maken. Dan wordt hij boos. Heel boos. Ik kan jullie helpen. Maar op één voorwaarde, dat ik weer de baas van de toren word. Suikerspin! Ja! Ja! Onze smaken passen goed bij elkaar. Inderdaad. Wat bedoelt u? Nou, uw framboos. Oh, en uw suikerspin. Ik ben eigenlijk best een beetje trots op ons. S'morgens vroeg om 6:15 gaat een wekker hoogste tijd. Dan geniet ik eerst nog even van een stevig snoep ontbijt. Pudding, broodjes, suikerbol, beschuit met hagelslag. Zo begin ik elke morgen stralend aan een nieuwe dag. Ik hou van slagroom, ijs, chocolade, popcorn, lollies, altijd goed. Mijn limonade, dit is uit de goed. Pannenkoeken, luikse wafels, dit is nog maar het begin. Iedereen komt aan zijn trekken bij mevrouw Suikerspin. En precies om 9:45 kom ik bij mijn winkel aan. Om de gasten te bedienen die al voor mijn raampje staan. Geniet zo van die zoete snoetjes voor de winkelruit. En ik roep naar alle kinderen, zoek maar snel iets lekkers uit. Want ik heb slagroom, ijs, chocolade, popcorn, lollies, altijd goed. Proef eens van mijn limonade, dit is uit de goed. Pannenkoeken, lijkse wafels, dit is nog maar het begin. Iedereen komt aan zijn trekken bij mevrouw Suikerspin. Wow! Zo zeg, heftig! Wat is er nou? Er staat er iets nieuws in de krant. Nou, patatjesmeester Frittini komt naar de Julianatoren. Oh, baas. Zullen wij ook patatjes maken? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familiepretpark Julianatoren.